scoren met Olivia Newton-John en Xanadu. Er wordt geknikt. Ja, 2-2 nog steeds, lieve mensen. Café Lokaal op de zaterdag vanuit Brasserie Stadhuis. We gaan over naar de specialiteit van ome Henk naast mij. We gaan praten over judo met Arthur den Hamer en met zijn pupil Tim Dame. Arthur, goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het programma. Dankjewel. We voelen ons ook gelijk een stuk veiliger. Hoewel, als Henk naast me zit, dan kan ik ook niet omvallen. Nee, dat is waar. Ik zie je ja, naar links voorbij lopen. Maar Henk is even afgeleid dat hij buiten zit. Henk, even op het programma blijven concentreren. Ja. Nou, het is in ieder geval zo, Arthur, je loopt al heel lang mee in de judo-wereld. Je hebt al heel veel mensen gebracht. Ik zei net tegen Jan Willem, Mark Huizinga en zijn broer hebben het een beetje bij jou geleerd. Nou, je ziet waar dat toe kan komen. Hij gaat het nuanceren. Die zijn niet bij mij begonnen. Die zijn in Vlaardingen begonnen bij Sportschool Westwijk, Rob Heijn. Ja. Maar ze hebben wel 6 jaar bij ons gejudo, in Schiedam. En ik heb ze dus ook een aantal jaren lesgegeven. Ja. Ja. En dat uiteindelijk een Olympisch kampioen geworden. En, ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja, dat is het mooiste wat er is natuurlijk. Dat verwacht je niet. En, dat zijn niet mijn credits, maar het is wel mooi. Ja. Nou ja, kijk, als trainen, iemand die bij je getraind heeft, dat bereikt. Ja. Kijk, je hebt zelf natuurlijk, je loopt al zoveel jaar mee. Je ziet allerlei talenten voorbij komen. Je ziet gauw van, nou, daar zie ik wel wat in. Een stukje mentaliteit, maar je moet ook... Ja. Je studie in de gaten houden natuurlijk. Hè? Daar gaan we het niet dieper op in. Jij weet wat ik bedoel. Absoluut. Dus, want ook in maatschappelijk kan jij. Want als het niet lukt, dan moet je ook maatschappelijk aan de bak kunnen. Ja, kijk. In het judo is het zo, daar kan je niet van leven. Nee. Hè? Dat kost gewoon veel geld. En, dus je moet zorgen dat je daarnaast je studie gewoon goed afrondt. Goede opleiding achter de hand hebt. Want je moet gewoon gaan werken daarna, simpel. Terwijl voor onze neus op het ogenblik iemand probeert zijn wagen omver te rijden. De pianoboer uit Nieuwekerk aan de IJssel. Ik hoop dat hij weet wat die camera's kosten. Ja. Arthur, even een korte tussendoor vraag. Judo, les, jongens, meisjes. Hoe zit het met de meisjes? Evenredig aantal als jongens? 50-50? Ik weet niet of het evenveel zijn, maar we hebben ook wel heel veel meisjes op judo. Dus ja. Worden die bewust op judo gedaan? Is daar vaak nog een boodschap bij vanuit de ouders? Ja, maar er is geen beeld meer van judo is een jongensport. Nee. Hè? Gewoon alle kinderen kunnen gaan judoën en voor alle kinderen is dat nuttig. Bewegen dus. Hè? Ja, voor de motoriek, stukje zelfvertrouwen, stukje zelfverdediging. Ja. Maar wat jij zegt van de motoriek, Arthur, ik raad gewoon alle kinderen aan, al is het maar een jaar op judo te gaan, valbreken, souplesse. Ja. Ja. Want je ziet tegenwoordig kinderen op een fiets en vallen ze. Ja. En dan laten ze er eigenlijk vallen als een zak te bak. Ja. Maar als je weet hoe je je val moet breken, dan kan je een hele hoop ellende voorkomen. Dus voor iedereen is dat nuttig. Zeker. Elk kind zou dat minimaal een paar jaar moeten doen. Ja. En het wordt ook steeds meer op scholen gedaan. Wij geven ook schooljudo projecten. Ja. Het zou eigenlijk gewoon in het... schoolpakket moeten zitten in plaats van gymnastiek. Ja, dat zeker. Ja. Want ik bedoel, dat valbreken, dat voorkomt een hele hoop ellende. Ja. En ik denk dat souplesse, dat iedereen daar alleen maar voordeel van heeft. Even, die meneer komt een vleugel brengen. Ja. U moet hem bij mij thuis afleveren. Goedemorgen. Hallo. Uit Nieuwekerk aan de IJssel. Het is geen vleugel, het is een piano. Het is een rode piano? Oké. Okay. Nou. En een digitale. In de pauze maak ik even 5 minuten voor je vrij. Kan je even en komt hij hier op het plein te staan? Dat hij net als op die stations? Waar komt die piano te staan? Nou, hier op het plein denk ik. Dat iedereen erop kan spelen. Hier heb je dan een zeiltje. Dan hebben we wel een zeiltje bij ons. Daar kan hij toch wel tegen zo'n buisje net als afgelopen maandag. Dat is allemaal Spaans. Ja, ik wou zeggen. Nou, we zullen zo even wat voor u spelen op de piano. Dat andere ding naar boven? Ja, ik denk dat je het best even binnen kan vragen. €350, dat is een kopie. Heel goed, er wordt gewoon een piano afgeleverd. We gaan praten met de judoka van het jaar. Ik dacht, misschien krijgt Tim wel een piano. Nou, ik dacht aan mezelf even dit keer. We gaan over de Tim, want daar gaat het dan zo. Judoka van het jaar. Hij is judoka van het jaar geworden. Had je dat verwacht? Ja, dank u wel. Eerst feliciteren. Had je dat verwacht? Je weet dat je gewoon een goed jaar achter de rug hebt. En je weet ook dat meerdere dat hebben. Dus... Je kan het wel worden, maar het is natuurlijk geen garantie dat je het ook wordt. En achteraf gezien, het is superleuk dat ik het geworden ben. Ja, maar nou zie ik hier een good looking boy zitten. Ja, maar als ik je zo zie, ook heel beleefd, keurig, zo hoort het ook. Dank goed opgeleid worden. Maar ik zie niet direct zo'n killer in je. Maar ben jij nou ook zo'n sportman dat als je die mat opstapt, dat je dan helemaal verandert? De metamorfose. Hij zet zijn neus overheen. En dan komt er zo'n boxersneus onder. Want jij bent wel een winner. Je wil winnen. Ja, tuurlijk, want dat is je mentaliteit. Er wordt over gepraat. Je hebt een goede mentaliteit. Nou, dank je wel. Tino, wanneer ben je begonnen met judo? Of Tim, sorry. Tim, ja. Dat was een week voordat ik 5 werd, dus dat is bijna 14 jaar geleden. En wat was de reden dat je op judo ging? Vroeger toen was ik een beetje buitenbeentje.
En hadden we op judo moeten gaan, Henk? Een soort van gepest. Ja. En toen hebben mijn ouders me eigenlijk gewoon een soort van op judo gezet. Ja. En ja, dat is best wel goed geweest voor mijn ontwikkeling zelf ook. En ook gewoon dat ik van me af kon beten. En dat is echt heel goed uitgepakt. Maar je straalt dan al een stukje zelfverzekerdheid. Dus je hebt toch niet elke dag daarna liggen matten met die, al die idioten zeker op de straat? Nee, niet. Het was één keer en dat was genoeg. Dat even was, een paar keer door de lucht gegooid. Ja. Ja, gewoon in de houtgreep genomen op straat. En dat. En nou moet je alle vrouwen van je afhouden? Zo, nee, dat valt wel mee. Ja, dat mag de judo van Arthur toch een beetje... moet wel elke week... Tim, eventjes voor de mensen die judo weten dat er altijd van die gekleurde banden omheen hangen om die pakken. Klopt. Om die pyjama's zeggen ze dan altijd. Hoe werkt dat? Waar begin je mee? Wat is de laagste band? Nee, je begint met wit, dan komt geel, oranje, groen, blauw, bruin en zwart. En waar zit jij nu? Nu op zwart. Op zwart? Ja. Ja. En daarna krijg je de dan? Dan krijg je eerste, of zwart is de eerste dan, dan krijg je tweede dan, derde dan. Dus dan kan je nog doorgaan. Okay. Blijf wel zwart, maar... Maar je moet, daar moet je dus uiteindelijk in beginnen. Dan slaagt iedereen, neem ik aan, voor zijn gele band. Dat is een soort aanmoedigingsbandje, denk ik. Ja. Maar je moet uiteindelijk, denk ik, toch ook bepaalde dingen kunnen. Wanneer je de bruine of de zwarte band wil halen. Ja, want wat zijn die eisen daarvoor? Nou, je moet sowieso de techniek goed kunnen uitvoeren. Je moet de Japanse termen ervoor kennen. Dus een examinator kan vragen van... Doe haragoshi bij wijze van. En dan moet jij weten. Haragoshi, Henk, dat is geen voorgerecht, hè? Nee, dan zeggen wij altijd sushi 3. Even voor bij Henk hier. En dat, die worpen, die hebben dus namen. En dat is dus wat er tijdens de training gebeurt. Ja, nou ja, het is ook verschillend wat voor training het is. Kijk, je hebt techniek training. Daar ga je je technieken gewoon verbeteren en proberen je techniek uit te breiden. Ja. Meer kennis op te doen. Ja. En je hebt selectietraining, daar ga je echt specialiseren. Wat me wel opviel, Tim. Je zit in een gewichtsklasse, is pittig. Qua leeftijd, hè? Ja. Want je moet tegen gasten van 21, maar die zijn fysiek misschien wat verder allemaal, wat sterker. Ja, dat, zo, ja, dat klopt. Maar dat is juist de uitdaging om die natuurlijk neer te leggen. Zeg maar. Ja, het is natuurlijk wel een gewichtsklasse, dus je bent wel hetzelfde gewicht. Maar ja, ze zullen wat verder ontwikkeld zijn inderdaad. Nou weet ik een beetje hoe de voorbereiding zit. Mijn dochter was ook een, heeft ook bij meneer De Hamer mogen dienen. Ja. Als je die voorbereidingen zag met eten. Ja, en dat ja. was ze altijd in een, even een kilootje te zwaar met die vuilniszakken lopen. En dan had ze precies dat gewicht, maar toen was ze doodmoe van het lopen en de wegen in de eerste ronde uitgegooid. Maar je bent soms weken bezig en dan ga je in een toernooi. Dan rij je naar Limburg ergens en je let even niet op en pats, je ligt op je rug, einde toernooi. Ja, is dat nou niet frustrerend? Want in een teamsport doe je het met z'n allen. Ja, klopt. Hè? En als jij dan een slechte dag hebt, dan vangt die andere het op. Maar jij moet altijd scherp staan, wil je scoren. Ja, het heeft denk ik ook wel zijn voordelen dat jij het echt zelf moet doen. En dat je niet afhankelijk bent van anderen bijvoorbeeld, als die er met de pet naar gaan gooien. Dus ik denk dat wel beter bij mij past eigenlijk. Ja. Maar wat is jouw voorbereiding? Ben je zo'n type die rustig in een hoekje zit voor de wedstrijd en helemaal ermee bezig bent? Of ben je druk en assertief met anderen en dollen en praten een beetje en dan sta je er ineens? Ja, het ligt een beetje aan. Als je bijvoorbeeld bij een teammaat op de mat zit, dan is het gewoon ontspannen, een beetje praten, op je judo letten. Ga natuurlijk naar je tegenstanders kijken om te kunnen kijken wat hun zwakke punten zijn en waar je op ze kan pakken. Ja. En je zal ook soms met je trainer zitten, gewoon op je judo letten. Maar geen muziek op mijn oren of wat dan ook. Nee, daar word ik ook doodziek. Dat hebben met die voetballers ook. Die lopen met zo'n ding. Die zijn de hele dag met... Kijk, je bent toch met die sport bezig? Ja. Muziek doe je in je vrije tijd. Ga lekker sommige op de bank ontspannen ervan. Ja. Wat doe je van school, Tim? Ik ben nu net geslaagd VWO, Spieringhoek. Dus. Zo, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Hebben we gelijk nog even Niels. De directeur van Spieringhoek, die stopt ermee. Ja. Die dacht, Tim heeft zijn diploma. Ja. Wegwezen, want ik ben niet meer veilig volgend jaar. Mooie afsluiten. Ja, we hebben nog geprobeerd uit te nodigen. Misschien dat hij nog... Meneer Van Oevelen is dat, van Spieringhoek. Ja. Voor de mensen thuis die hiervan ophoren. Meneer Van Oevelen gaat naar een andere school. Maar er komt weer een andere, joh. Er komt altijd een andere. Wat was je vakkenpakket, Tim? Een G en een T, dus als een gemixt profiel. Oké, en wat ga je hierna doen? Werktuigbouwkunde op TU Delft. Zo, dat is een pittige opleiding. En blijft dat te combineren met judo? Ja, dat gaan we volgend jaar zien. Het wordt wel lastig, maar volgens mij doet TU Delft ook veel aan sport. Ze hebben een topsportcoördinator. Ja, nou, reken er maar op dat Arthur je wel onder zoveel uren laat werken, hoor. Nou, het voordeel dat je natuurlijk... Dat weten wij uit het verleden. Je bent natuurlijk qua reizen, is het natuurlijk appeltje eitje. Je kan fietsen, je kan met de trein, weet ik het allemaal wat. Dus hartstikke goed. Ja. Wat ligt er...
komende tijd nog op programma? Of is judo nu met vakantie, om het maar algemeen te zeggen? Nou ja, eigenlijk heb ik eind juli heb ik nog een toernooi en eind augustus. Dat zijn eigenlijk de twee grootste toernooien van het seizoen. Okay. Want daar heb je een beetje voor gewerkt om daar aan mee te kunnen doen. Want daar moet je voor geselecteerd worden. Het zijn dan European Cups. Oké, en daar ga je allebei aan meedoen? Ja, ja. Maar train je dan nog door, net wat Jan-Willem bedoelt in die maanden? Ja, eigenlijk dus train je heel het jaar door. Train het hele jaar door. Maar, ja, nu nog even. En het kan ook zijn dat je zegt, ik ga alleen wat looptrainingen doen en voor mijn algehele conditie op peil te houden, maar ook gewoon je oefeningen maken natuurlijk. Ja, zeker. Ja, en jullie training is sowieso wel aardige conditie. Maar dan gaan we langzaam afsluiten. Olympische droom? Dat blijft je altijd houden. I have a dream. I have a dream. Ja, je weet het niet. Ik bedoel, als het een beetje mee zit en je kan progressie maken, ja, dan je komt weer een speciale trainingen erbij. En als je dat goed kan combineren met je huiswerk. Ja, want let op, ook je maatschappelijke carrière is belangrijk hoor. Ja, nou, dan komt het pianootje, Jan. Ja, voor mij is hij een beetje. Nou, het is meer een verredelde barbecue. Ik dacht dat er een vleugel kwam, joh. Maar in ieder geval. Ja, er komt muziek uit, denk ik. Ja, er zit ook een cassette dek bij. Maar ik denk dat het belangrijkste is, Tim, dat je gewoon lekker bezig blijft. Ja. En je hebt. Ja. Heb je ook tot slot nog goede spanningpartners? Ja, voor Roon, die kun je natuurlijk. Maar ja, als die grote jij maar in je klauwen hebt, dan ben je nog niet aan. Nee, ja, ik doe altijd. Heb je ook iemand van je eigen lengte waar je een beetje mee kan werken? Dezelfde categorie ook, min 60 kilo. Dus, Maar de boodschap blijft eigenlijk uit het begin van je verhaal, wanneer je toch een beetje onzeker bent, een beetje geplaagd en gepest wordt. Gewoon lekker op judo gaan. Ja. En dan na een jaartje, dan zakt dat gevoel helemaal weg. Ja, en na twee jaar, dan lacht iedereen uit. Ja, ja. Oké. We wensen je heel fijne vakantie. Ja, succes met de toernooien. Nogmaals, ook succes met je studie. Pittige studie. En ik hou je in de gaten, want ik doe ook nog wat anders erbij. Dus zorg dat je in de prijs wil. Arthur, ook bedankt. Graag gedaan. Dankjewel. Rustelijk. Heel goed. Komt de piano al, hebben wij weer. Zo'n piano. Ik ben blij dat je het zegt.